Ambitieuze Michiel Hemmen op Scott bij Cambuur. Rutte verbouwplan van Sporthal Aris. En koprenner FVC op bezite bij hekkensluiter OMB. Dit is de sport in Boppenslag, maar de sport van Manje in oktober. Goeien. Alle hichtepunten van de Friese sport van het Oude Wiekoin komen in de volgende 24 minuten voorbij. Maar een soort voetbal, maar ook nog andere sport, zien we bij de officiële start van het short track, de Invitation Cup. En ook nog bij de Iependooi van de basketballers van Aris. Dat al hier razen, nou eerst het betellen voetbal. Sportclub Cambuur is knap uiteenzet mooi dit seizoen. De Ljouwers doggen mooi om de boppers te plakken. En dat komt onder oren door de doelpunten van Michiel Hemmen. De spits, die het deze zomer oerkwam uit België, blijkt een hele goede versterking te wezen. Hemmen scoorde al 6 keer en hij ontpopt hem als een echte onvolsleider. Ik ben niet een speler die eventjes 5 man passeert en vervolgens die bal in de kruising schiet. Dat ben ik gewoon niet. Dan zat ik niet in de Jupiler League. Zes wedstrijden, 6 goals. De start van Michiel Hemmen bij Cambuur kunnen we gereisd vleenend nemen. Daar hier nimmen rekken me houden. Ek de spits zelfs net. Wel gehoopt zelf, maar niet verwacht natuurlijk. Wie verwacht nou dat je 1-op-1 loopt in de eerste 6 wedstrijden bij een nieuwe club? Nee, verwacht je niet. Maar erg blij mee. Hemmen had als onvalsleider van Cambuur vanzelfs een tal romrofte vakjongens. Benijd had hij er een peer nemen kan. Dat doen we onder hand van een Lietse quiz. Welke spits speelde bij Cambuur en ging daarna vervolgens onder andere spelen voor Twente, Utrecht en Glasgow Rangers? Godsamme. Twente, Utrecht en Glasgow Rangers. Oud international ook? Nee, weet niet. Geen idee. Michael Mols is het antwoord. Ook wist helemaal niet dat hij gespeeld had. Echt niet. Geen idee van. Dat is Pieter. Aanst een tweede kans. Hemmen is al zijn hele leven onvaller, van jongs af aan. Hij had er mooi een noos van de goal ontwikkelen, want hij zit vaak op het goede plak. Op een gegeven moment heb je zoveel schoten op doel gezien en zoveel ballen zijn langs je heen gevlogen. Op een gegeven moment dan kies je een bepaalde positie en dan, waarvan je weet dat ze vaak daar vallen. Ja, nu heb ik een beetje geluk dat hij echt recht op mijn hoofd viel. Maar dat zeggen ze dan vaak, hè? Van, het is ook wel een beetje geluk, maar eigenlijk is dat dus niet. Er zijn heel veel spitsen die eigenlijk alleen maar rebounds maken, dus dan is het geen geluk. Nee, dan voelen ze dat gewoon goed aan. En dan is de kwaliteit. Ek een kwaliteit is koelbluwen als je in scoringspositie steent. Mooiste voorbeeld is de goaltje in Go Ahead Eagles. Even inhouden, de keeper laat op het groen en dan rustig binnen tikje. Ja, ook ervaring dat je wat weet wat de meeste keepers doen. En dan anticipeer je daarop. En dat gaat ook steeds makkelijker natuurlijk. Ja, dus. Het ziet er inderdaad eenvoudig uit, maar waarschijnlijk is de uitvoering toch nog best ingewikkeld. Nee, maar zo voelt het voor mij niet. Kijk, een verdediger zal waarschijnlijk gehaast uithalen. Net als ik waarschijnlijk een of andere domme sliding in zou zetten achterin, weet je wel. Zo is het gewoon. Dus dat leer je wel een beetje aan op een gegeven moment. Tiet voor quizvraag nummer 2. Hokker Cambuurspits begon zijn carrière, liek als Hemmen, bij Volendam. En sluitte die carrière naar dik 8 jaar in Ljouwert. Nee hoor. Dus de spits van vorig jaar? Oh, Mark de Vries. Is die bij Volendam begonnen? Is bij Volendam begonnen. Ah, dat wist ik niet. Oké, die ken ik wel natuurlijk, ja. Ja, dat is mooi, maar het smiet geen punten op. Dadelijk nog 1 kans. Maar eerst meer oer oren spitsen. Hemmen had 1 groot voorbeeld in de jeugdduistige voetballerij. Ja, ik vind Klaasjen Huntelaar een klasse spits. Dat is ook geen hele goede voetballer of zo. Maar zodra hij een kans krijgt, is het gewoon een goal. Dus dat is wel een voorbeeld voor je. Ja, vroeger posters boven het bed van alles. Ik was vroeger fan van Dennis Bergkamp. Kijk, dat is dan weer niet een spits die alleen maar doelpunten maakt. Hij was gewoon een fantastische voetballer en zo mooi om te zien ook, weet je wel. Dus daar was ik vroeger fan van. Huntelaar en Bergkamp, beide een prachtige carrière die in de Eredivisie echt op gang kwam. Hemmen hoopt die stap ek vlug te zetten. Ja,
ik wil heel graag een keer in de Eredivisie voetballen. Ik wil daar een keer laten zien dat ik dat ook kan. Tenminste, dat denk ik dat ik dat kan. En ik hoop dat ik daar een keer een kans krijg. En het mooiste zou natuurlijk zijn om gewoon te promoveren met Cambuur en lekker te verlengen. En een beetje de weg van RKC te volgen, zoiets. Dus het is niet een uitgemaakte zaak dat je na dit seizoen ook gelijk weg bent hier? Nee, zeker niet. Nee, als wij promoveren, dan is de kans zelfs groot dat ik lekker hier blijf. Ja, is er zelfs een kans dat je in de winterstop al vertrekt? Nou, dat lijkt me niet. Het lijkt me ook niet slim. Ik bedoel, je tekent voor een jaar bij een club, dan ga je niet na een half jaar weg. Dat lijkt me niet. Dat besluit de laatste quizvraag. Hemmen wil dus naar de Eredivisie met Cambuur. Maar waar maken in Jortje 92 de allereerste goal voor Cambuur op het hoogste niveau? Wat zijn dat nou voor vragen? Ik heb geen idee hoor. Ik weet nu al dat ik deze vragen niet goed ga beantwoorden. Hint, hij zit nu in de technische staf. Oh, dan moet dat Jan Bruin zijn, denk ik. Hè? Dat is correct. Ja, nou, dat is een. Een puntje. Applaus voor Hemmen. En Joen, dan speelt het Cambuur een uitwedstrijd tegen Veendam. En die wedstrijd begint om 8 uur en is live te volgen bij ons op de radio. Het was een fantastische week voor ONS Bozo Snits. Na de bekerstunt tegen Excelsior Arone Tiersje won de Snitsers Arone Sneun van Promovendus NSC. Het wordt een doelpunt te verstaan in Snits. Na 10 minuten kopt Alan de Boer de vrije trap van Martijn Rozenburg erin en staan ze al op 1-0. Het is dan al na een jaloerse speling 2-0 als er een vrije trap komt van Rozenburg. Deze assist is misschien wat onorthodox, maar maakt de Vries let goed op en scoort de 3-0. In de laatste minuut van de eerste helft dan deze heerlijke paas à la Iniesta van Rozenburg. En Patrick Goedhart maakt het dat ik prima aan. En dus de 4-0 staan bij rest. In de beginfase van de tweede helft zit ONS dan even te sliepen. Het is al fjouwer in je wunnen als ze hier opbreken en diezelfde Patrick Goedhart de bal in eigen goal shit. Echt spannend wordt het lykwels net. ONS is beter en zet dan ik gauw op de opzaken. De in je tweeën tussen Chris de Wacht en Van der Heijden en hij zit hem keihard binnen 5-2. Maar dat is nog nadien van NRC. De versnelling is hier van Rozenburg. De keeper shot er dan net zo goed uit. En in tweede instantie profiteert Cutty González. En hij brengt het eindstaan op een lijst 6-2. Er staan dan in de haatklasse Sneun. Drie ploegen hebben daar overpunten. Sparta Nijkerk, ONS Snits en Staphorst. Onderaan, daar zit Harkemase Boys. Tegen mij Nunspeet. Beide ploegen hebben 12 punten uit 4 spelen wedstrijden. Harkemase Boys verleer van DWS 33 in de slotfase. Blessure tiert mij 1-0 van de ploeg uit Ermelo. Harkemase Boys neemt het Sneun thuis op tegen WHC. ONS speelt de uitwedstrijd tegen VVOG. Een treetje heger in de topklasse verleer Snitswiet-Zwart met 3-0 van de treffers. De ploeg van trainer Johan Grote zit onderaan met 4 punten uit 8 spelen wedstrijden. Gasbaanracen dan, want coureur Yannick de Jong van de Gediek is tweede geworden bij het Iepen NK Gasbaan. In wat woorden won de Jong de A-finale van de laatste gasbaanrace. Dat smiet hem lykwels krijgt 1 puntje te min op om eerste te worden in het algemeen klassement. Want koprinner Mark Stiekema van Stadskanaal hier genoeg om het derde plak om uiteindelijk overall winnen te worden van het Iepen Nederlands kampioenschip. En dan een noviteit op de drafbaan van Wolvegeer. Bij de West-Stellingwerfse Hiensterdagen waard voor het eerst een drafbike-wedstrijd organiseren. In Amerika een vrij populaire sport. Vanachter de startwijn starten mountainbikers om één ronde te fietsen. En we komen dan inmiddels af op de laatste rechte lijn. En wie oh wie gaat geschiedenis schrijven als zijnde de eerste drafbike winnaar. Het is een geweldige aanval aan de buitenzijde van de man in het groen. En dat is Richard Kos. Richard Kos erop en erover. Schitterende winnaar. Richard Kos op de tweede plaats. Dan in het zwart Jorren Gorter. De favorieten melden zich uiteindelijk vooraan. En dat is de 1-2. En daarachter finish dan de hele rest. Je weet even waarom naar het voetbal, want in de eerste klasse F van het Snijs voetbal zitten maar liefst 6 Friese ploegen. Alle weekend is daar het wel een Friese twastriet. Dit weekend winnen we bij de wedstrijd tussen ONB en FVC. ONB uit Drachten zit onderaan, wielst FVC een geweldige start heeft. De Leeuwarders hebben nog net verlengd en bin de Grutske koprinner. Wielst de matadoren van ONB en die van FVC haar een omklaaien. Je zit er in de bestuurskamer wel wat rustiger rond aan. Want daar lezen de plakboeken mijn krantartikelen van Jet Tiets op tafel. ONB die verliest met 2-0. Die wint de opstelling van beide teams.
Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dat is een strijdige lijn en de situatie is eigenlijk niks verhoor, hè? FNC draait de Bob in je mooi en OMB... Ja. Heel hard, die zit wel onderaan, ja. Alleen... En die opstelling, daar is ik wel nieuwsgierig van FNC. Ja. Wiebinga G, W en SJ Wiebinga. Ja. Dat ben echt FNC-icoon. Ja, Bert Hollander en Kramer en Van Loon. En Van Loon. Ja. En de keeper Haringsma. Ja, die komt vanmiddag de voorzitter. Maar toen werd de FNC kampioen in de tweede klas. Want dan heb ik dus die ploegjoen van 82. Ja. Maar de jonge generatie, die zit nou weer te trappelen bij FNC. Nou ja, dat is wel mooi, hè. We hebben er weer een Wiebinga zitten bij de selectie. We hebben er weer een Hollander bij. We hebben er weer een Loon bij. En het is wel hartstikke mooi. Hè? Koprinner FNC. Ze nemen dus optie in OMB. En OMB is de promovendus in deze klasse. Maar na vier wedstrijden zit de teller van de Drachters nog altijd op 0. Kom op jongens, hè. We moeten punten pakken en ik hoop jullie de eerste draaien. Dan gelijk, maar dan maakt het net niet dat het de koprinner is. Nee. En het is echt zo. Ik gun Bert Holland en FC een hele grote punt. Maar nou maar de wijze zelf even. Twee exponenten van de nieuwe generatie bij FC binnen Robin Hollander en zijn broer Jeffrey. De beide zwanen van trainer Bert Hollander. FC zit in het hart, hè? Hoe kan dat? Hoe ontstaat Sox? Ja, je gaat vanaf vroeger af aan bij altijd bij te kijken en je gaat altijd mee en je voetbalt bij FC, omdat onze vader daar heeft gevoetbald altijd en je bent er altijd gewoon bij en dan automatisch, ja, alleen heb ik Cambuur gevoetbald en hij ook. En voor de rest alleen maar FC geweest en gedaan. Het is bij ons gewoon dagelijkse kost, dus het hoort er gewoon bij, het hoort in ons leven. FNC is in de beginfase absoluut sterker als de Drachters. En na een kwartier voetbal komt de ploeg van Bert Hollander op vastsprong. En dan lijkt het ook een hele makkelijke midje te worden voor de Ljouwerters. Maar neert is minder wier, want OMB wordt stadig gewoon sterker. En krekt voor het skoft zit de liedmakker op het scorebord. Fantastisch goede ploeg aan het FNC, hè? Keurig. Maar we doen gewoon mee, hè? Nou jongens, even bijkomen. Als we 110% blijven geven, dan kunnen we met hun mee. Nou moet je laten zien dat je met tegenslagen kan omgaan. Gaan we 95%, dan halen we het niet. Nou hebben we gezegd dat die spits, dat een goede spits is, met de rug naar de goal. Wat we eerst moeten doen, is knokken. Knokken, knokken, knokken. De man die het in het verliezen een soort doelpunten scoorde voor FNC is deze Gerard van Loon. Hij zit aan de kant, zoon Jordi zit op de bank. Ik ben natuurlijk wel trots dat die jongen dat hij het eerste helft had. Dat is super. Ja. En voor FNC dat ik zag, er komt daar zijn wel mooie jeugd aan. Er komt eigenlijk Wiebinga aan. En Hollanders, dat zijn er ook al. Twee Hollanders, ja, dat is toch herkenbaar. Dat is dat praten in hoe wij komen. Van, er komen een mensen die dat mooi maken, hebben die vrede. Ah, daar ben je zwang van. Ja, is dat prachtig. Is dat mooi. Herkenbaar. Intussen zit het nog altijd een 1-1. OMB kan dus zijn eerste punt pakken. Trainer Bert Hollander rint zenuwachtig heen weer. En brengt dan Jordi van Loon in. Maar OMB vjocht het werkelijk voor Elze Meter. Het kost het bloed, zwit en tranen. Maar zij wollen zo graag dat eerste punt ha in de competitie. Maar dan in de slotfase. De absolute slotfase is hier het schot van... Jordi van Loon. Het is zoer en teleurstellend voor OMB. Maar de tweede generatie Jordi van Loon. Hij bezwaart het FVC op de valreep. Toch nog 3 punten. Zwaar bevochten, maar het is klaar. Woen, ja. Nou, wat mooi van Loon maakt. No? Dat is een goede gok. De nieuwe generatie? De nieuwe generatie. Binnen blijft mooi. Jordi. Mooi. Nou. Zeker. Ah, trots. Ja, toch? Geweldig. Super. Je houdt wel het kampioen van de tweede klasse. We stoten niet in je kampioen van de eerste klasse? Nou, daar gaan we wel voor natuurlijk. Kijk, ja, dat zal wel heel mooi wezen. Ja, we moeten maar even zien hoe het loopt. NFC leidt op koers, want de Storm in de eerste klasse F. FNC, de Ljouwerters zijn hier aan de leading met 13 punten uit 4 spelen wedstrijden. De Ljouwerters hebben 1 punt meer als Erika, Wolvegeer en de Jouwer. Op het derde plak dus Wolvegeer en Takkenwieke, dan is de echte topper FVC tegen datzelfde Wolvegeer. Onderongen OMB uit Drachten. De shorttrekkers, Bim Verlos op 10-11, wie de officiële opening van het seizoen met de Invitation Cup. De Frieske Troeven, Sjenkie Knecht en ik Daan Breusma maken verleden seizoen indruk. Mooi de Europese titel op de ploegachtervolging en zilver op het WK. Knecht pakte ik nog individueel Europees goud. Wij zeggen snijden of de farm er alweer is.
Duitsland, Hongarije, Engeland, Polen, Nederland. Alle landen die verschijnen op 10.30 van de officiële opening van het shorttrack seizoen bij de Invitation Cup. Wat is de Invitation Cup eigenlijk? Het is voor de Nederlanders de plaatsingswedstrijden voor de wereldbekerwedstrijden. En daarbij Noord-Nederland altijd een x-aantal landen uit voor om er een beetje competitie van te maken. Om samen weer een beetje in het wedstrijdritme te komen. En dat is ook goed voor de Oorlanden. Dus de eerste test eigenlijk van het nieuwe seizoen? Zeker, eerste test. Altijd weer even aftasten. Het is toch weer even anders dan trainen. Spanning komt er weer bij kijken. Een hele grote groep internationale rijders. 5-6 landen hier aanwezig. Dus het is altijd weer even weer nieuw, zoals het zegt. Hè. Eerste wedstrijd van het seizoen, altijd een beetje eng. Je moet weer even met de billen bloot. Shinky Knecht op de 400 meter finale van de vierde naar de 12e positie. En de bandekeerster docht goede zaken, want komt hier binnen terug. Maar liep het dan net helemaal bij de les op de finish. Want op het rondeboord stiert nog een Ian. En hij meende dus dat er nog een rondje moest. Ja, het scorebord was op 1 blijven hangen. Ja. Ik meende dat we nog een ronde moesten. Het rondebord stond op 1 en ik ging de ronde voor de bel net yet. Dus ja, ik kom op de finishlijn aan. Hè, en ik zou niet keer die Britten eens bij finishen, maar ik zeg zelf op de ronde bord naar 1. Dus ik zou nog een ronde verder. Dus daarom finish ik net. Ja, ik finish kent en ik misschien nog een kans maken. Ik denk dat hij misschien nog een redelijke kans had gemaakt, want het was uiteindelijk maar een 40, 50 centimeter waarop hij verloor. Zilver dus voor Shinky Knecht. En hoe is het met Daan Breusma? Vlien hier wat teleurstellend terug oertraind hiet, maar nu wil hij weer vol aan de bak. Voor mijzelf is het heel belangrijk dat ik ontspan riet. Als ik die ontspanning net vinden kan, dan is het voor mij heel moeilijk om maar de top maar te doen. Hij heeft echt de fysieke capaciteit heeft hij om een topper te zijn. Alleen mentaal daar worstelt hij nog vaak. En daar zijn dit soort wedstrijden heel belangrijk voor. Mijn doel nou op deze wedstrijd is ontspanning, ding proberen en ik zie nou net echt naar de uitslag. Ja, dat is voor mij nou het belangrijkste. Hè? En dan op de World Cups dan moeten we echt presteren en die nominaties voor de Olympische Spelen in 2014 binnen te hebben. De kwartfinale van de 1000 meter met Daan Breusma helemaal aan de boetekant en die gaat vanuit de laatste positie om alles en iedereen heen helemaal naar voren. Dat sjocht er dus heel goed uit. Maar is hij zo sterk of oorspielt hij zijn hoorn? Want in de laatste ronde gaat het heel nog mis. Ja, ik denk probeer ik buiten omgang goed voor die actie, maar riet ik toch weer toch te stief en dan blaas ik mijn voeten helemaal op en dan stink ik helemaal stil, wil ik. Dat wie gewoon qua lijn en de bochtlijn die ik graag verhoorde wil, wie dit echt even een echt slechte. Dus ja, ik zou het zien, Jeroen Krek, hebben we de slechtste rit van het seizoen met mijn hand. Nou ja, beter hier dan op de World Cups, dus dat is het positieve dan tenminste, ja. Beter gaat het met Shinky Knecht, want hij stiert straks in zijn derde finale. Naar de 1500, de 400, nou dus de 1000 meter. En dat is gewoon bij een van zijn sterkere afstanden. Vanzelfs is de competitie stevig met Britse deelnemers, maar ik zie eigen ploeggenoot Niels Kersthalt is een grote troef. Maar Shinky, je bent sterk. In de rin van de race zakt hij lijkwijls heel iets verder naar achteren en hij valt zelfs boeten het veld. Ik heb gewoon problemen met mijn reden en ik denk dat ik iemand raken heb in het begin. Dat ik krijg even een liefst bot plakje en ik probeerde steeds constant aan te zetten, maar het lukte gewoon net. En op de hele tijd naar de TTC gekeken, heb ik gewoon compleet bot op mijn rug te schaatsen. Ja, en dan houd het op vanzelf. Had zelf het gevoel dat je nu al in een pre-Olympisch Iers is? Nou, daar ben ik helemaal net mee bezig. Hey, ik denk, ik was al de krijgse Iers voor het hier, dan komen die nominaties vanzelf. Dan hoef ik me daar helemaal naar druk om te maken. En denk ik, kan ik gewoon vanuit. En de Invitation Cup gies zowel bij de Froje als bij de Molje naar Engeland. En Shinky Knecht eindigen uiteindelijk als vijfde. En met de ploegenachtervolging pakte Nederland het zilver achter Engeland. En op 3 weken dan zit in Canada de eerste Vrootbeker op het programma. 19 oktober in Calgary. Het wie een drege klus, maar de basketballers van Ares kunnen weer het seizoen meedraaien in de Eredivisie.
een garantstelling van de gemeente moest rond de pas komen. En Aris moet nu nog op ziek naar een nieuwe haatsponsor. Maar ze haat grutte plan. Ze wil de Ljouwerter Basketbalclub Sporthal het Killerdiekje totaal verbouwen. Snijn presenteren ze die verbouwplan. Nou, welkom in het Kalverdijkje, het oude Kalverdiekje. En de bedoeling is dat wij het Kalverdiekje willen verbouwen. En waarom willen we dat? We willen dat om dat wat meer capaciteit te krijgen. En we willen natuurlijk graag de sponsoren betere huisvesting geven dan op een houten bank. Ja, hoe gaat dat eruit zien? Zoals het er nou uit gaat zien, gaan hier de muren eruit. En vanuit die muren maken wij tribunes die je kunt uitschuiven. Dan gaan we door naar boven toe en we bouwen op de bestaande kleedhokken. Daar bouwen wij zittribunes voor de sponsoren en ruimte voor de media. En dat gaat vanaf boven, komen de muren eruit en daar komen dan 7 hoog zitplaatsen. Dan gaan we door naar de andere kant. Vanaf deze kant komen dan ook tribunes eruit. En dan gaan we naar boven toe, waar wij gedacht hebben het oude gedeelte met het nieuwe gedeelte te verbinden. Door daar een soort overkapping te maken, waar mensen kunnen staan en waar ze dus staand de wedstrijd kunnen volgen aan tafeltjes. Daar weg kunnen ze van de ene kant doorlopen en we krijgen een intree aan de linkerkant voor de sponsoren met de toiletgroepen. Daar gaan we omhoog en dan zullen we achter de tribunes die daar gaan, krijgen we de commerciële ruimtes en de ruimtes voor de sponsoren en eventueel fitnessruimtes. We krijgen een capaciteit van 1000 mensen naar ongeveer 1500 man. Maar het is nog net wist dat het echt erin komt. Nee, dat is nog niet helemaal. Het heeft te maken ook met de hoofdsponsor van Aris. Het wordt gekoppeld nu aan de hoofdsponsor van Aris. Daar ben ik zelf niet een voorstander van. Ik denk dat een status Leeuwarden een top plus hal moet hebben. De top sporthal gaat al niet door. Nee. Maar als er een haatsponsor komt, dan zou de gemeente, oké, dan zetten we die verbouwing terug. Ja, dan kunnen ze in principe niet meer terug. Nee. Hoe is maar die haatsponsor dan? Lijkt goed. Eind deze maand hebben we daar uitslag over, als het wel of niet doorgaat. Maar, we houden het op 90%. Dat trok het. Ja. Vassa 4, de verbouwplan. Het gaat vanzelfs om het basketballen. Juster stierde een oefenwedstrijd op het programma in het Belgische Luik. Vier uren voor de wedstrijd kregen Aris een mailtje waar daarin de mededeling dat de bus stikken is en dat ze net meer komen. Kent u die mop van die Belgische bus? Ja, die niet kwam, die ken ik, ja. Inmiddels. Ja, vervelend, hè? Ja, heel vervelend. En ik hoop dat het ten goede trouw is en dat er verder niks achter zit. Maar het is sowieso vervelend. Omdat de oefenwedstrijd plant hier op de Iepen Dij en er dus wel wat publiek op aankwam, spelen ze onderling een oefenpotje. Oftewel de blauwen tegen de witten. De selectie van coach Erik Braal bezit uit een soort nieuwe namen. Jos Poels, Valentijn Liedmeijer, Tjude Paula en Dexter Hoop binnen de jinnige Nederlanders die oerbleur binnen. Op dat mag Elze ploeg in de Eredivisie nou net meer als vier Amerikanen. Daarnaast is het spelersbudget liet ze worden. Een doelstelling had Aris mooi dertrog nog net. Al weten ze wel dat ze vooral attractief basketbalje willen. Hele jonge, gretige ploeg. Veel energie. Ja, echt leuk om mee bezig te zijn. Veel hoge dalen, of nee, ik zeg hoge bergen, pieken en veel dalen. En dat is natuurlijk ook wel een beetje logisch nog in de voorbereiding. En ik hoop daar door goed gerichte training daar langzamerhand wat verbetering in te krijgen. Maar het enthousiasme is soms wat te groot. En dat zorgt er ook voor dat we niet altijd evenveel controle hebben. Maar een leuk team om te zien spelen, denk ik. Leuk team, attractief. Ja, attractief. Ja, dus veel energie, dat was het idee. Komende sneeuw begint Aris de competitie met een thuiswedstrijd in Rotterdam. En het Safir, de sport op deze manje. Tongensje, meer sport. Dan is er na een lange simmerstop weer het eerste Boppenslagcafé. En te gast bin dan Olympisch goudwinner Epke Zonderland. En winnaar van het zilver op de Paralympics, hutfietster Aleida Norbruis. Waar weet ondan, hoe dan ook nog een hele gezellige jongen.